Je bent eigenaar geworden van een Fiat Panda. Dus je hebt een pinda, van een pinda heb je een panda gemaakt. Ja, jij. Ja, daar zijn we weer. Goedemiddag. Welkom terug bij Van Pinda naar Panda. De serie waarbij we met z'n allen elke week al ruilend van een kleine doppinda aan echte Fiat Panda proberen te maken. Hoezo proberen te maken? Zoals jullie vorige week hebben kunnen zien, is het ons gelukt. Ik stond als een soort blije baby natuurlijk te schreeuwen en te zingen en te springen. Maar het is ook wel gewoon reden voor heel veel blijheid. Want ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat we het in 14 weken tijd al voor elkaar hadden gebokst. Maar dat is wel degelijk de realiteit. Dus dit is meteen de afscheidsvideo van deze Renault Clio. Ik ben nu weer onderweg naar onze grote vriend lachende Daniel van vorige week. Om de panda op te halen. Nou, tot zover de laatste rit in de Clio. We zijn dus terug in Veenendaal. Het is een stuk minder warm en een stuk minder druk dan vorige week. Maar eens even kijken of onze nieuwe vriend Daniel de auto inderdaad helemaal heeft klaargemaakt zoals hij heeft beloofd. Ah, dat ziet er goed uit. Hey Daniel. Hey, goedemiddag Ronald. Goedemiddag kerel. Eindelijk. Goed man. Hey, gelukkig nieuwjaar nog. Nou, jij hetzelfde. Hey, en zo te zien heb je behoorlijk uitgeleefd op de panda deze week. Ja. Ik heb me lekker uitgeleefd op de auto. Ik zie wieldoppen ten eerste. Die had ik toevallig even liggen, joh. Ik denk, nou verrijd maar, maak die jongen even blij. Ik heb nog wel mooie wieldopjes voor mij. Mooi man. Nou, ik heb heel veel aan de auto gedaan. Nou, deze auto is gewoon klaar, bereid om, maak maar je wereldreis en kan gaan. Wat heb jij er allemaal aan gedaan dan? Nou, het is een nieuwe remblok op, nieuwe remschijf zit erop. Uitlaat is vervangen, wat ik zei, het stuurkogeltje of de stuurstang is vervangen, rubber is vervangen en wat ik, ja, ik heb er een cd'tje weer erin gegooid. Een cd-spelertje erin? Ja. Nou? Hey, en wat ik me ook afvraag, heb je al een fanclub opgericht sinds afgelopen week of niet? Ja, ik moet me echt af en toe wegrennen, af en toe moet ik wegduiken. Maar mensen vonden je echt wel de held van vorige week, hè? Ja, bij zo'n ruil, wat wil je doen? Ja, jullie zijn helden. Ja, ik vind het prachtig wat ik gedaan heb. Hij is APK gekeurd. Hij is APK gekeurd. Technisch weer helemaal goed. Eén jaartje kan je gewoon tegenaan. Nieuwe olie zit er ook nog in, hè? Nieuwe oliefilter, alles heb ik gedaan voor jou. Oké, nou dat. Je wou rijden, zei je. Ja, en je hoe? Kan rijden. Goed man, dankjewel. Mooi. Eerste keer in de Fiat Panda stappen en dan meteen Barry White horen. Ja, ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Dat hoort maar gewoon erbij. Dat hoort erbij. Nice. Dankjewel Daniel, dankjewel. Heel fijn. Het feit dat ik nu deze Fiat Panda in bezit heb, wil natuurlijk niet zeggen dat we klaar zijn. Want Daniel, wat vind jij nou dat er moet gebeuren? Ik vind gewoon dit pandaatje gewoon op avontuur moet. Hij moet gewoon op avontuur. Kijk, hij moet gewoon op avontuur. Nou, dat lijkt mij inderdaad de allerbeste afsluiter van Van Pinda naar Panda. Wat moet je doen? Wil je deze Fiat Panda hebben, dan moet je mij even de komende week een mailtje sturen met daarin jouw avontuur. Welke reis wil je maken met deze Fiat Panda? Ik selecteer de beste 3 verhalen en dan gaan we volgende week kijken wie daadwerkelijk de eigenaar wordt van deze Fiat Panda. Daniel, nogmaals, ontzettend bedankt. Hey. Ik ga naar huis. In mijn Panda. Hoi. Zo, de eerste kilometers zijn achter de rug en ik heb hem meteen maar even verwend met een volle tank benzine. Dat is natuurlijk wel zo lekker. Maar laten we even een resume maken. Wat is nu precies de bedoeling? Nou, ik ben vooral benieuwd wat jij zou willen doen met deze Fiat Panda. Heb je een gaaf idee voor een vakantie met die auto? Of wil je op avontuur met je vrienden of met je gezin? Stuur even een mailtje met jouw idee of jouw plannen naar r.tameling@autoweek.nl. Dat is r.tameling@autoweek.nl. En wie weet kom ik dan volgende week met die auto naar je toe. Dan krijg je een camera mee en je krijgt de Fiat Panda en mag je een mooi verhaal gaan maken voor Autoweek. Dat is dus het idee. En rest me alleen maar weer af te sluiten op dezelfde manier zoals ik dat bijna elke week doe. Bedankt voor het kijken en vergeet niet om hier eventjes jezelf te abonneren op ons kanaal. Dan zie ik je graag volgende week weer. Doei! Wil je nog iets zeggen tegen de mensen thuis? Nou, ik wil jullie allemaal zeggen van luister, jullie zijn allemaal welkom. Ja, wij kopen ook auto's in.
Dus heb je wat te kopen of wil je wat ruilen? Je bent altijd welkom. Ga je nou reclame staan maken? Ik maak geen reclame. Ik zeg gewoon hoe het is.